Tijn Magoppel, je eerste officieuze basisplaats. Hoe ging dat? Ja, voor mijn gevoel ging het wel oké. Ik kan altijd beter. Iets meer rendement misschien nog. Ik denk 4-2. Ik kwam veel beter. Lekker de 0 houden. En dan weeg ik wel 4-0. En dan ik kijk heel anders naar de wedstrijd terug. Maar al met al goed gevoel en overgehouden. Hoe kijk jij naar die 1-0? Ja, nou ja, eigenlijk is het gewoon een eigen doelpunt natuurlijk. Maar als hij op mijn naam gezet is, vind ik ook niet erg natuurlijk. Speaker gaf hem. Ja, speaker gaf hem. Daar ben ik blij mee. Ik noem hem lekker op mijn naam, joh. We geven hem aan jou en dan aan Goppel. Niet Guppel, hè? Want daar is ook nog wat... Ja, nou ja, ik hoor van iedereen Guppel. Maar nee, ik heet gewoon Goppel zonder de puntje op de O. Dus nee, Tijmen Goppel is het. Wie is Tijmen Goppel? Tijmen Goppel is een rechtsback die graag naar voren komt. Ik denk dat jullie dat wel hebben gezien. En afkomstig van NEC, daar 3 jaar gevoetbald en nu bij Den Haag. En daarvoor? Bij Alfse Boys in de jeugd. Ja, bij Alfse Boys heel lang gevoetbald. Alkmania, daar heel veel aan overgehouden. Goede trainers gehad en zo ben ik hier gekomen. Leg eens uit hoe dat kan. Je komt uit Roelevarensveen, dan ga je naar Nijmegen voor 3 jaar en dan kom je pas bij ADO. Dat zou toch eigenlijk andersom moeten, zou je zeggen? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, nee, nou ja, ik zat eerst bij Alkmania, toen ben ik naar Alfse Boys gegaan. Ja, veel teams, er loopt veel gehoord over interesses. Nou, uiteindelijk tot niks gekomen. En toen tweedejaars B was, interesse vanuit Nijmegen. Toen hoorde ik ook nog dat er iets van interesse uit Den Haag was, maar uiteindelijk niks concreets. Dus toen ben ik naar Nijmegen gegaan, 3 jaar gezeten, 3 jaar gewoond ook, op mezelf. En toen trainer van NEC is naar Jong gegaan, kende ik goed. En via een gesprek met Jeffrey van Assen ben ik hier gekomen. Je bent een jonge voetballer, maar die wel een beetje wat gezien heeft met 3 jaar op zichzelf wonen. Ja, dat wel. Nu woon ik weer bij mijn ouders. Even wennen natuurlijk, als je 3 jaar op jezelf hebt gewoond, is toch wel wat anders. Ik merk toch wel dat na 3 jaar ben je toch op jezelf en wil je toch wel weer wat voor jezelf zoeken. Dus daar ben ik mee bezig, met even rustig opstarten en maandag mee op trainingskamp. Even genieten nog een week en daarna zien hoe het loopt. Wat verwacht je van aankomend jaar? Je bent gehaald voor Jong. Je maakt nu je minuten in 1. Hoe sta je erin? Ja, nou ja, mijn doel is sowieso om in het eerste te komen. En ik ben nu, ik ben net 20, ik ben natuurlijk al iets ouder dan gemiddelde leeftijd de jongen. En gemiddelde leeftijd is 19. Dus ja, mijn doel is wel zo snel mogelijk bij het eerst aansluiten. En nu gewoon trainingskamp, weekje meepakken en zoveel mogelijk mezelf laten zien. Afgelopen 3 wedstrijdjes gespeeld en nu gewoon doorpakken en hoop ik zo snel mogelijk aan te kunnen sluiten. En een leuke indruk achtergelaten. Ja, voor mijn gevoel gaat het wel oké. Zoals ik zei, mijn rendement kan misschien iets hoger. Ik denk dat, ik ben toch wel een jongen die houdt van assist te geven. En tot dusver had ik iets meer assist willen geven, maar al met al positief indruk. Je legt de lat wel gelijk hoog. Ja, tuurlijk, moet ook. Anders sta je nooit in het stadion, dus dat moet wel. Wanneer gaat het gebeuren dit seizoen? Nou, ik hoop zo snel mogelijk, maar gewoon rustig aan me kijken. Eerst mijn trainingskamp mee, week genieten zoals ik al zei. Ik ben nog jong, ik vol met ambitie. En nu gewoon een weekje genieten en daarna zie ik het wel. Ik loop niet graag op de zaken vooruit. Ik hoop dit jaar gewoon mijn debuut te maken, zo simpel is het. En daar ga ik alles voor doen.